nieuwe video. In Content Veen. Jongens, ik ben ziek. Ik ben verkouden. Ik heb griep. Maar ik heb nog verbazingwekkend een beetje energie. Dus laten wij gewoon lekker een beetje Content Veen spelen. De statie is zoals gewoonlijk altijd weer een postkist of iets anders. Mijn stad is nog steeds overgenomen door robots, jongens. Sommigen zijn inmiddels boos geworden. Volgens mij had hij ook rode ogen. Maar sommigen zijn nog wel vriendelijk. Dus ik denk dat Fred langzamerhand elke robot een beetje kwaadaardig gaat maken is. Maar laten we eerst even kijken naar eigen schuld bij Beterbals. Beste Max, u had al een plekje gereserveerd voor mij. Echter heeft u deze en dat plekje daarboven zonder enig pardon weggegeven aan het familielid van uw wederhelft. Jongens, dat is inderdaad dit huis hier. Was eigenlijk gereserveerd voor Nathan. Maar die heb ik weggegeven. Oh, hallo daar op de achtergrond. Jongens, dat huis heb ik, althans de plek heb ik weggegeven hier. Aan het zusje van Rini, oftewel Sarissa, oftewel mijn vriendin. Die staat daar. En de naam is Lotte. Hallo Lotte. Spoiler alert. Is het Lotte van Dennis 2? Nee. Maar goed, dat huis is nu dus van haar. En niet van Nathan. En ik had hem inderdaad beloofd aan Nathan. Aangezien ik de toestemming had om een huis te bouwen, echter de aangewezen plek niet meer beschikbaar was, ben ik gaan zoeken naar een alternatieve plek. Geniet van uw huis op uw kerk. Ja, maar het ding is, die is nog lang niet af. Daarbij heeft u geen recht tot het nemen van consequenties tot uw open factuur van inmiddels al 207 diamonds en 1 iron is betaald. U heeft tot 5 juli om dit te betalen. Anders wordt er een beroep gedaan op uw persoonlijke bezittingen. Deze zullen dan worden ingenomen tot het volledige bedrag is bepaald. Betaald. Met vriendelijke groet Nathan, Beterbals, Kingdom, Censored By. Oftewel Kingdom... Kingdom By. Jongens, Nathan die doet beroep op het feit dat hij zoveel diamonds nog van mij moet krijgen. Maar die ga ik niet betalen. Ik ga niet 206 diamonds betalen. Het ding is wel dat hij daar een huis aan het bouwen is. En dat is niet helemaal de bedoeling. Ik wil op zich wel een bedrag betalen, Nathan. Maar niet 207 diamonds. Dat is toch veel te veel. Maar goed, kijk jongens. De walnutwaaier is bijna stuk. Die heeft nog maar 71 durability. Dus laten we even langs alle robots hier lopen die in mijn stad in de gaten aan het houden zijn. Naar een plek waar Anne van Kingdom Anoa, oftewel de zandheks, die heeft een winkeltje gemaakt. En ze heeft in plaats van wol, heeft ze, volgens mij is het concrete of terracotta heeft ze gebruikt. En ik moet toegeven, dat ziet er echt leuk uit. Dat heeft serieus wat. Als je het vergelijkt met dat, het ziet er leuk uit. Maar goed, zij verkoopt lanterns voor 1 diamond, name tags voor 4 diamonds en 16 enchantment bottles voor 1 diamond. En ze heeft hier natuurlijk, mag ik hopen, ook een ding staan? Nee, hè? Heeft ze gewoon geen ender chest hier staan? Wat een slechte winkel, Anne. Nee, grap, ik heb mijn eigen chest. Oké, laten we even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diamonds uitgeven. Waar is je... Wat is je kassa? Nou, trouwens, ik doe dat gewoon hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo, dit zijn de 10. We 10 diamonds uitgeven. Nathan, ik heb niet eens 200 diamonds. Dan wil je dat ik die vandaan haal. Maar goed, we hebben dit. Dus gaan we even zo doen. Hop, 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 hop. Kijk, dan is de walnutwaaier is er bijna helemaal heel. Want daar zit natuurlijk mending op, jongens. En mending is iets wat ik niet uit ga leggen. Dan moet je wel een goede Minecrafter voor zijn. Mending betekent dat als je dat op je iets hebt staan en je krijgt XP, dan gaat hij niet meer stuk. Oké, kijk, ik kan hetzelfde voor mijn shuffle doen. De shuffle gaan we ook heel even repareren. Oh, dat voel ik me slecht vandaag. Ik voel me zo slecht. Ik voel het ook helemaal aan mijn stem. Ik voelde mijn vorige video ook al niet helemaal lekker. En toen ben ik nog 4 dagen naar Londen geweest. Jongens, ik ben echt net terug en ik voel me nu gewoon nog slechter. Oh, ik ben mijn chest vergeten, dat meen je. Oh, moet ik die ophalen. Maar goed, jongens, dan nog één ander ding voordat ik ga beginnen met mijn persoonlijke planning. Het bijenhuis van René is af. Kijk eens even hoe leuk dit eruit ziet. Hier is de ingang, jongens. Kijk nou hoe dit eruit ziet. Allemaal vrolijke bijtjes die aan het rondvliegen zijn. En allemaal huisjes die ze hebben. Jongens, ik word hier gewoon zo emotioneel van. Want ik weet dat Ari zo alleen is altijd. Die is altijd zo alleen in het... In de windmolen of zo, weet ik veel waar die zit. Is je aan het chillen. Terwijl zijn hele familie, al zijn vrienden hier aan het chillen zijn. Dus laten we even wat leads pakken, want ik kan het niet meer, jongen. Ik kan hem niet meer alleen laten. En ik heb ooit een paar afleveringen geleden de bijen hierheen gebracht. Dat is nog voordat ik de arena ging bouwen. Kijk, als het goed is. Ja, hier zitten er ook... Oh mijn god, het waren er meer. Er zijn letterlijk nog maar 2 over. Bijtjes, kom mee. Ik ga jullie een huisje geven. Het is veel... Jullie hebben veel te lang in deze grot gezeten. Jullie zonlicht kennen jullie niet meer. Het principe zonlicht bestaat niet voor jullie. Kom binnen. Kom binnen. Voel je thuis. Voel je thuis in jullie nieuwe huis. Hier, hoppa, hoppa. Zo, welkom. Ik ga Ari halen. Ari! Waar ben je? Oh, hier is hij. Ari, kijk, ze zijn naar Ari aan het kijken hier. Hallo, Ari! Wat heb ik jou verwaarloosd, Ari? Kom mee, echt. Je verdient meer dan dit. Je verdient beter. Kom, kom maar. Kom, Ari, we zijn er. We zijn er. Je nieuwe huisje.
Voel je vrij. Mijn stem. Oeh. Voel je vrij. Voel je vrij als een bij. Arie. Wacht, ik wil even kijken wat je gaat doen. Wat is je eerste reactie op het huisje? En hier hebben wij Arie. Op zoek naar een nieuwe locatie in zijn natuurlijke habitat. Wat gaat hij doen? Hij heeft een bloemetje gevonden. Dit is 1994. Arie erbij is thuis. Oh, hij heeft gelijk honing aan zijn kont. Waar ga je heen? Wat ga je doen? Heb je een huisje? Oh, je durft niet. Ja. Je hoeft niet verlegen te zijn, Arie. Het zijn ook maar bijtjes. En weet het, jij bent de opperbij. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. Wees vrij. Of ga die kant op, dat mag ook. Arie, ik ga er vandoor. Ik vertrouw erop. Nee, Arie, je moet wel hier blijven. Niet verlegen zijn. Arie, waar ben je? Nee, hij wil weer naar buiten, hè? Arie, voel je thuis. Dat is je nieuwe huis. Ik ben jou, Driek de Pilot. En nu wij toch bezig zijn, jongens, met het maken van... met het organiseren van al mijn dieren en al mijn andere, beesten die ik heb in Content Veen, is het tijd om de verwaarlozing van Berend en Berendina eens op een hal te zetten. Die zijn letterlijk al 2 of 3 afleveringen terug. En ik heb daar gewoon nog niks mee gedaan. Ze staan hier met neus aan neus naar de robot te kijken. Naar hun huisje. Hallo, ik sta hier! Berend! Hallo jongens, is het tijd om naar huis te gaan? Ga jij hierin? Wacht, kijk. Hier, is een trap. Kom er maar uit. Goed. Nee, niet erbij. Nee, nu zitten ze met z'n 2 in 1 bootje. Dat is niet de bedoeling. Kom op, jongens. Allebei je eigen boot kiezen. Oh, nee. Stop. Erin. Goed zo. Hallo. Berendina, ik weet dat je een farmer bent. Ik weet hoe graag je je taak als farmer weer terug wil, Berendina. Maar je moet nog heel even wachten. Maar er staat niet eens... Of ben je een fisherman? Oh mijn god, je bent een fisherman, of niet? Nee, Berendina. Nee, zeg ik je. In je boot. Halen we dit rare gedoetje hier even weg. In je boot. Ik zeg het je. Je gaat niet een barrel achter iemand zijn. Jij bent Berendina de farmer. Berend, we gaan jou eens naar huis brengen. Meekomen. Wat zou Berend wel niet denken, jongens? De laatste keer dat hij in de stad was geweest, waren het volgens mij niet eens muren. Moet je nagaan hoe erg dit voor hem veranderd is. Kijk, je bent thuis, Berend. Je huisje. Wat zag ik daarboven? Huh? Lijkt alsof ik... iemand... Oh, dat was René! Hallo, René. Wat zeg ik? Ik zag iemand voorbij vliegen met die Lytra. Zo, kom maar, Berend. We zijn er. Voel je thuis. Moet ik het even afbakenen dat hij alleen maar naar binnen kan? Zo, oké. Als goed is, kan hij alleen naar binnen. Kom maar, ga je kant op. En go! Hij gaat de verkeerde kant op. Berend, die barrel hoort niet bij jou. Nee, je kan... Oh ja, hij kan hier af. Nee. Nee, ik sla hem! Berend, sorry! Berend, ik bedoelde het niet zo. Kom. Nee. Berend, waar ga je heen? Oh, hij heeft de taak vol. Nee. Verkeerde baan. Berend. Wat heb ik nou gezegd? Dit is hoe ik je ken. Dit is hoe ik de Berend ken, jongens. Wil je buiten rondlopen, Berend? Op het plein? Is dat het? Alleen, ik ben bang dat je dan doodgaat of zo. Maar ik vertrouw hem, jongens. Ik vertrouw Berend op het feit dat hij gewoon hier buiten rond kan lopen als de echte Berend die is zonder dood te gaan. Samen met Stip. Nou, doen we Berendina ook even meenemen. Kijk, ze willen gelijk weer samen zijn met z'n tweeën. Wat leuk om dit te zien. Kijk, Berendina, als ik deze nu weghak, dan blijf je hier, toch? Dan ga je niet helemaal terug naar boven waar ik je net vandaan heb gehaald. En dan loop je niet die kant op samen met Berend. En jullie blijven hier. Ik heb veel te veel moeite gedaan. Oh, kijk nou. Oh, ze missen elkaar. Wat schattig. Waar ga je heen? Berendina, hallo. Je gaat niet Berend meenemen. Ja, jullie blijven bij elkaar. Wat oprecht leuk dat ze bij elkaar blijven, jongens. Ze durven elkaar gewoon niet los te laten met z'n tweeën, moet je zien. Oh, zo schattig. Weet je, ik laat ze wel gewoon hun ding doen. Zoek het maar uit waar jullie willen zijn, jongens. Jullie zijn in de stad. Dat is alles wat ik nodig heb. En dan nu, jongens, de grote plot twist. Zoals jullie kunnen zien, is mijn dorp inmiddels al echt mega groot. Maar hij is redelijk vol. Dus je zou zeggen, oh Max, is je dorp daar klaar? Is je stad eindelijk af? Je zou zeggen van wel. En zoals je kan zien hier... is het ook echt vol? Het is in principe propvol. Maar ik heb wat leuks bedacht. Zoals je op dit plaatje kan zien, wil ik een heel groot stuk bijbouwen, jongens. En dat bedoel ik echt, echt heel groot. Dit hele stuk hier zo wil ik gaan bouwen. En met een hele muur, dan wil ik de muur hier doorbreken ook zo. Dit gedeelte weg, dit gedeelte weg. En dan dat mijn kasteel niet meer aan de rand van mijn stad is, maar in het midden van de stad. Echt het centrale punt. En dan hier heb je een grote grijze lijn. En die grote grijze lijn, jongens, is deze rand hier. Zoals je kan zien, gaat het best wel stijl hier en is het best wel diep. En denk je van, Max, maar wat wil je dan doen? Hoe wil je dat ooit doen hier? Het is best onmogelijk. Het is denk ik echt de moeilijkste taak die ik ooit in mijn leven in Minecraft ga krijgen. Maar dit maakt het juist leuk. Ik wil de
stadsmuur daar tegen deze berg aan laten lopen. Daar wil ik dan een nieuwe muur zo creëren die ook tegen de berg aan loopt. En dan wil ik vanuit de berg, wil ik hem helemaal naar beneden weghakken. En dan wil ik net zoals hier, wil ik een klif omhoog maken. En dan met meer detail erin natuurlijk dan nu. Hier zit alleen steen, maar dan wil ik ook stairs en weet ik wat toevoegen. Echt een onmogelijke taak. Zeker omdat het helemaal stelsel loopt. En dat wil ik dan op deze hoogte doen. En dan hieronder wil ik alle bomen weghalen. Een beetje weer met lagen gaan werken, waardoor het platter wordt allemaal. En dan hieronder allemaal huizen en mijn stad gewoon uitbreiden, waardoor die ook onder de brug doorgaat. Jongens, zoals gewoonlijk is het allemaal weer onverwacht. Maar zullen we beginnen met een kleine timelapse om vast de muur te gaan maken? Ik weet niet of dat mogelijk is in een timelapse, maar we gaan het altijd proberen, jongens, wie weet. Dus laten we eens gek doen. Woehoe! Jongens! Het is inmiddels al zoveel later. Ik zei dat ik een kleine timelapse ging doen. Maar dit heeft me zo belachelijk veel tijd gekost, jongens. Maar kijk hoe mooi het is. Oehoehoe. Ik ben echt mijn hele neus zit strontvol snot gewoon. Maar ik ben zo blij dat ik dit nog even gedaan heb vandaag, jongens. Ik ben hier zo blij mee. Moet je zien, hè. Het is gewoon echt een verlenging van de muur. Daar komt een nieuwe poort die echt precies in het midden staat. Met mijn kasteel hier. Waardoor je gewoon een leuk rechtstreeks pad hierheen kan maken. Kan heel leuk zijn. Kan heel leuk zijn. Ik ben nog steeds ziek. Misschien hoor je het ook wel. Het is niet heel chill. Maar het is wel grappig voor de video. Maar imagine, jongens, dat dit dus helemaal door is. Je kon het een beetje zoals mijn tekening die ik had gemaakt, kon je het zien. Maar nu gewoon in realiteit. En dan daar, helemaal tot daar, komt een soort klif naar beneden. Zoals ik al eerder had verteld. Waardoor de muur niet doorloopt. Maar waardoor er ook gewoon een natuurstuk tussen zit. Waardoor het echt alsof je tegen een berg aan woont, weet je. Want ik denk dat het alleen enig is dat het dan echt ontzettend veel gehakt gaat worden. Maar dat gaat het wel waard zijn. Dan daaronder maak ik het wat platter en zo. Bla bla bla. En oh my days. Mijn render staat echt op zijn hoogst op het moment. Hier, hoger dan dit bijvoorbeeld. Dat heeft geen nut. Want hier, hij laat het toch niet in. Dus ik denk dat we de surface en render distance hoger moeten zetten. Omdat het dorp gewoon te groot wordt om in, ja, te zien. Je kan het gewoon niet zien. Maar goed, jongens. Terwijl ik dat gedaan had, is Floor ook met iets bezig geweest. Ik heb namelijk aan haar gevraagd of zij een medieval keuken kon maken in mijn kasteeltje. Nou, Floor die is natuurlijk een vrouw. Nee, grapje, grapje, grapje. Grapje. Floor vindt het, althans Floor heeft alle keukens gemaakt in heel content. En ik zie al daar iets gebouwd. Dus ik weet al waar het is, jongens. Dus ik heb hier mijn eetzaal. Ik zei tegen Floor, Floor, doe het achter de eetzaal. Dus je komt hierheen, dan ga je hierheen en dan bam. Oh my days, wat leuk dit. Wat een insane leuke keuken. En hij is eindelijk een keer een beetje medieval. Het is geen moderne keuken. Dat hoopte ik al, want ik zei al tegen Floor, je hebt tot nu toe alleen nog maar moderne keukens. Oh, wat de hel? Het gaat hier al naar beneden. Een opslagruimte? Huh? Oh mijn god, wat een goede toevoeging dit heeft, Floor. Reageer helemaal eventjes. Dankjewel, Floor. Hé, hey, jongens. Terwijl je zegt dankjewel, Floor. Reageer eventjes wat je van het idee vindt. Van de muur die ik nu aan het bouwen ben. En wat ik daar nog meer kan bouwen. Er zijn zoveel meer dingen die ik daar natuurlijk. Als in, ik bedoel, in die area, in dit gebiedje. Imagine dat je daar hier staat. En dat dit ook allemaal stad is. Dan is mijn kasteel gewoon omringd. Ik ga het nog opvullen en zo. Maar daar wacht ik nog even mee. Omdat er ook torens weer bij komen en zo. Dat muur is nog lang niet klaar. Maar wat voor gebouwen moeten hier komen, jongens? Wat moet ik hier maken? Hier komt de tuin en zo. Misschien dat ik de tuin moet verlengen. Oh, ik ben helemaal gek trouwens. Kijk. Oh, frisse lucht. En dan dit neusgat. Er gebeurt gewoon niks. En oftewel ook voor jou, Nathan. Jij hebt natuurlijk dat boekje achtergelaten. Hé, hey, er gaat ook gewoon weer nieuwe plekjes voor jou zijn. Om misschien wel gewoon 3 huizen te bouwen of zo. Ter compromis. Hoe leuk is dat? Wat is René aan het doen? Laten we René even bespioneren. Ze is onder de grond. Wat is hier onder de grond? Huh? Ze is meneer even René in kelder. Maar waar is de ingang van die kelder? Ah, hier. Wat zijn we aan het maken, René? Wow! René is een lijpe grot aan het maken, hé. Ah! Hallo, René! Dat laat schrikken. Hallo! Zijn stuurt ze godsamme. Ik schrik me helemaal rot. Judy. En jongens, terwijl ik aan het bouwen was, hè. Toen was ik even op de map aan het kijken. En toen viel het mij op dat dit hier is gebeurd. Wat is dit? Ik weet dat er hier een kas onder zit. Maar wat heeft Fred gedaan? Het is allemaal
Lime hier. Oh, Willy. Wil je vrij... Kom maar, Willy. Het is een... Je mag vrij rondlopen. Ja, Willy, jij bent een dorpsgek. Jij mag staan en gaan waar je wilt. Laten we even naar beneden gaan in het lab. Zo, hoppa. Oh, maar deze. Ik hou van groen. Ik zie het maar zo zeggen, die Fred. Maar wat is er met het laboratorium gebeurd? Wat is er gaande hier? Oh, mijn god. Er zijn allemaal robots weer natuurlijk. Maar hij heeft het gewoon helemaal vergroend, letterlijk. Oh, mijn god. Er is er ook water. Nee. Wat is er met het lab gebeurd? Waar zijn Max en Justin die hier zaten? Oh, maar deze gaat vreden. Dat ik niet blij mee zijn. Niets. Niets. Of iets. Oh, nu staat er iets. En dan natuurlijk nog steeds de Teletubbinator met het skelet erin. Nou, in principe, jongens, ik wil... Julian, hè? Zullen we hem terughalen? Zullen we daadwerkelijk kijken of we het experiment voor kunnen zetten? En Julian, koning Julian, terug kunnen krijgen? En dan misschien kunnen we een beetje het DNA aanpassen, waardoor hij niet meer mijn stad over wil nemen. Maar gewoon als leuke burger wil wonen. Laat het nu even in de reacties weten. En terwijl je dat doet, like even de video. We gaan voor 5000 likes halen. Maar niet de 5000 likes. Kom je opzoeken en dan is het einde verhaal van jou afgelopen, oké? Okay? Maar goed, reageer dus eventjes nogmaals of ik Julian terug moet halen. Want op zich zou ik het wel willen als ik een beetje DNA aanpas. Is er ook iets veranderd in afval dumpkamer met machine-inator 10? Hè? Wat? Hoezo? Machine-inator 10? Wacht even, waarom zit deze deur dicht hier? Is hier wat gebouwd? Is hier wat gebouwd dat ik nog niet door heb of zo? Nee, hè? Of wel? Zo'n slopen? Nee, ik ga de deur niet slopen, want dan heb ik sowieso een probleem met Fred. Ik wil geen problemen met Fred. Hij was laatst al boos. Toen kreeg je rode ogen en zo. Een doorgang! Staat hier. Fred, wat heb je gedaan? Oh, mijn god, wat is hier allemaal gebeurd? Oh, wat is dit ook? Lockdown, pas op. Hoezo is hier een lockdown? Wat, ja, maar Fred, wij moeten uiteindelijk toch ook naar de maan? Oh mijn god, ik krijg ineens een idee. Als ik hier nou mijn eigen raket ga bouwen, jongens. Met mijn eigen raket achter de Kaboom 3000 aanga. Wat is dit? Lockdown, gevaarlijk. Zo is dit allemaal een lockdown. Wat, waarom is het een lockdown? Ik ga Fred... Oh ja, dat gaan we doen, jongens. We gaan een eigen raket bouwen. Wat een goed idee. En dan gaan we achter Frederik aan. Die zit natuurlijk in zijn Kaboom 3000. Maar Fred, jongen, wat heb je gedaan met het... Oh... Het staat ook echt heel simpel hier. Ik hou van groen. Groen houdt ook van jou, Fred. Hé, er staan hier weer bordjes. Lieve koning Makkes. Het spijt mij, meneer Geel. Oh, dit is van meneer Geel. Het spijt mij dat ik u zo heb laten schrikken. Het ding is, mijn familie was achtergelaten. Ik heb ze veilig meegebracht. Ik heb nu wel een vraag. Mogen wij misschien een grotere plek in het dorp? Hoezo heb je familie meegenomen? Oh, maar deze meneer Geel is terug, jongens. Meneer Geel, waar was je? Oh, vorige aflevering was hij nog weg. But he's back. En zijn familie is mee. Wie is zijn familie? Wat is dit? Mevrouw Roze, oma Bruin. Zoontje Wit. Oma Bruin en zoontje Wit. Dat is de familie, of niet? Of is er nog meer? Nee, that's it, jongens. Zoontje Bruin. Mevrouw Roze, oh mijn god. Hij heeft zijn zoon en zijn oma meegenomen. Ik wist niet dat hij een zoon en een oma had. Goeie toevoeging hebben jullie meegenomen, meneer Geel. Echt waar. Hele leuke toevoeging. Maar jullie zeggen dat jullie een groter huisje willen. Dat kan. Kan. Ik zou jullie naar het schildpaddenverblijf kunnen brengen hier. Oh, daar staat tegenwoordig ook een robot. Maar waar zijn de schildpadden? Oh, hier. Kijk, wie is dit? Hé? Waarom is... Maar jij hebt toch een nametag? Ik dacht dat ik jou een nametag had gegeven. Huh? Waar zijn mijn schildpadden nou heen? Waarom verdwijnt alles altijd? Hé, waar zijn mijn matties heen? Er is letterlijk nog maar één schildpad over en die heeft geen nametag. Ik ben überhaupt vergeten hoe ik ze had genoemd. Hoe heet ze ook alweer? Ah, het zal wel. Ik weet het niet. Waar zijn mijn schildpadden? Heb jij er iets mee te maken? Heb jij mijn schildpadden gestolen? Ik vertrouw die robots maar niet, jongens. Ze staan overal. Ik zal wel een nieuw plekje voor jullie bedenken. Meneer Geel, mevrouw... Kijk, jullie gaan ook buiten het water. Ze staan wel in het water. Ik snap dat jullie een te klein plekje hebben. Als ik het zo zie ook. Jullie allemaal buiten het water chillen en zo. Dat is niet de bedoeling. Maar ik ben een uitbouw aan het bouwen. Dus binnenkort komt dat helemaal goed. Voor nu, jongens. Echt mijn stem en ik voel me gewoon zo ontzettend beroerd. Dus ik ga helaas de video afsluiten. Sorry dat hij wat korter is en dat er wat minder gebeurd is misschien. Ik hoop dat ik morgen beter voel. Morgen ga ik gewoon ook weer opnemen. We gaan het zien. Voor nu, kijk lekker het vorige content Veendeel. Voelde ik me ook niet heel top, maar het is op zich gewoon een leuke video, net zoals deze. Denk ik, hoop ik. Ik hoop het gewoon, jongens. En dan nu spreek ik later een glaasje water tot 4 flesjes bier. Tot de volgende keer!